Zat ik lekker bij mama, lekker thuis. Lekker warm. Maar ik vind het wel heel mooi, moet ik zeggen. Echt. Hij wordt heel gaaf. We gaan alweer lekker eten. En dit is namelijk een kies. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij nog steeds. Hoe toevallig. Het is vandaag vrijdag 20 januari 2023. Het is nu 1 uur in de middag. En zoals je kan zien loop ik dus in Den Helder. Ja, ik ben nu onderweg naar mama, maar mama die ligt nog op bed. En haar sleutels ligt ergens in mijn auto. Waar weet ik niet. Dus ik had even geen zin om te zoeken. Dus ik hoop dat haar poort zo meteen open is. Maar dan gaan we zo meteen wel zien. Dus ik ben dus nu onderweg naar mama toe. Toen zat ik lekker bij mama lekker thuis. Lekker warm. En dan vraagt iemand om aandacht. Maar dat krijgt ze nu nog even niet. En dan ligt iemand hier naast mij die wil ook aandacht. Krijgt ze ook nog even niet. En om wie zou ik dan bedoelen? Een klein hondje en een groot hondje. Ja, die lopen allebei. Nou ja, eentje dan, de kleine. Die loopt te piepen, vind ik wel aandacht, maar dat krijgen ze niet. Maar ik zal wel filmen. Ja. Even die. Daar. En die kan niet. Die weet het donders goed. Als ik het zeg. En die moet ik het gaan leren. Wat er bedoeld wordt. Ja. Precies dat. Kijk, dat is wat ik bedoel. Gaat ze heel zielig piepen? Ja. Gaat ze heel zielig lopen piepen? Oh, zo zielig. Want zo zielig zijn ze ook. Ja. Vinden ze, hè? Vinden ze. Maar dat zijn ze niet. Nee, ze zijn helemaal niet zielig. Totaal niet. Maar ja, ze willen aandacht. En dat krijgen ze ook van iedereen direct. Ga eens af. Nee, af. Af. Nu. Leg. Dus dat zeg ik. Bij iedereen die binnenkomen, die geven ze allemaal gelijk aandacht. Dat is namelijk niet wat... Dus dan zeg ik, iedereen die hier binnenkomt, die... En ze negeren hun niet. En dat doe ik dus wel. En dat moeten andere mensen dus ook eigenlijk gaan doen. Die hier binnenkomen, ga gewoon zitten, negeer ze. Dan is er ook niks aan de hand. En geef daarna eerst de grote hond aandacht. Nee, eerst de kleine hond aandacht, want die woont hier langer. En dan de grote hond, ja. Yep. En als je ze allebei gewoon aan hebt gehaald, dan kan je ze allebei gelijk aanhalen. Zo werkt dat gewoon, want degene die als eerst in de woning is, die heeft in principe de roedelleider. Ja, nou ja, de roedelleider, dat is mama. En als mama eigenlijk zegt van, negeer ze alsjeblieft, doe het dan ook. Want dat is de baasin of de baas. En als die zegt van, ik wil dat je ze negeert, moet je het ook doen. Moet je er ook naar luisteren. Dus ja, er zijn heel veel mensen die dat... mayonaise in een oor hebben. Ja, en die zoiets hebben van, hey joh, zoek het uit, ik doe gewoon mijn ding. Maar zo moet je niet doen. Nee. Ik ga nu even wat eten. Mama die is boven bezig, maar ik heb trek. Dus ik ga even eten en ik ga deze eten, wat ik dus gisteren heb gehaald bij de Aldi. Dat is dus deze. Ja, om koud te eten. Oeh, lekker. Dus dat gaan we maar even doen.
Ja. Oh. Ze zijn zo zielig, hè? Nee, joh, ze zijn niet zielig. Nee, ze zijn wel lief, hè? Maar mam, oh, jij bent mama. Maar ze zijn niet zielig, maar ze zijn altijd zielig. Ja. Altijd, want ze krijgen nooit wat. Ze krijgen nooit veel eten. Ze krijgen nooit aandacht. Ze mogen nergens liggen. Dat is schande. Ze mogen dan nergens liggen. Dan moet je even afluisteren. Nee. Jij bent hem net slimmer. Hoi. Hoi. Dus ja, ze liggen er lekker en lief bij. Helemaal top. En ik ben eventjes mama haar mail in de gaten aan het houden. Ook goed. Ja, echt wel. Hé, Rijka? Ja. Heeft ze nog cola of niet? Ja. Lekker. Nog mama die vraagt aan mij, en wat wil je hebben? Ik zeg, nou, cola. Heeft u die nog? Ja. Nou, lekker. Nou, moet je maar even afwachten. Vraag me niet wat ik aan het doen ben, maar ik ben gewoon eigenlijk... Ik wou eigenlijk leren, maar dat kan altijd nog. En daarbij, mijn studie begint weer 6 februari. Nee, jullie staan nu precies voor half voor mijn beeldscherm. Nee, wat ik dus nu aan het doen ben, dat is eigenlijk gewoon even lekker asociaal tekenen. Kleuren. Ja, wat je ervan maar wil maken. Ik zal het even aan jullie laten zien. Trouwens, moet mijn pennetje blijven liggen. Maar ik vind het wel al heel mooi, moet ik zeggen. Echt. Hij wordt heel gaaf. Kijk dan. Ik zelf vind hem heel gaaf. Echt waar. Ik weet niet wat mama ervan vindt. Maar ik denk dat mama het ook wel gaaf vindt. En daar liggen die andere twee lieve schatten. Mama is bezig voor zelf. Voor koffie en cola. En mama is bezig om mijn velgen even groen te maken. Om te kijken of het staat. Nee. Ja. Hé, mans. Ja, zeg maar ja. Laat het ook maar van je auto zien. Hè? Laat het ook maar van je auto zien. Ja, straks. Kijk. Nu is het dus nog zo, hè. Zoals jullie weten. Dus, later meer dus. Maar hoe vindt u van mijn plaatje, man? Even. Mento. Nee, die heb ik niet. En het is een beetje donker met veel mijn mam hier. Ik kan er niks aan doen. Jawel, lampjes aan doen. Want het is echt donker. Dus dat is niet fijn met filmen.nl. Dat is echt gewoon niet fijn. Die zijn heel erg kalig. Zo, dat is die aan. Maar wat gaan we feller, hè? Maar wat feller. Maar weet je, ik voel dat ding. Kom eens hier, kom hier. Kom hij gaat eerst aangesloten. Ik wil daar ook een lamp in hebben voor Google. Ja, dat snap ik. Nee, het doet niet echt heel veel. Je moet een ander kleurtje hebben. Nou. Zo, wat? Hé, nou zie ik u tenminste. Fijn. Lekker. Goed zo. Maar wat... Hun horen wat fluiten. Maar dat is niet hier. Maar wat vindt u even mijn plaatje? Nou, dat vind ik mooi worden. Dat is heel mooi. Erg mooi. Ja. Dank u wel. Dank u. Dank u wel. Het zit in bloed, hè? Teken en kleuren. Is dat zo? Ja. Waarom? Nou, oma, die kon ook heel goed tekenen. Ja. Ik kon dat ook heel goed. Ja. En ik kan het in principe nog. Maar ja, door artrose wil dat niet al te goed meer. En doordat die elleboog vroeger ooit gebroken is geweest door jouw schuld. Vertel het maar. Deze jonge dame, mijn lieftallige dochter, dat was nog een klein ukkepukkie. Ja. En die was aan het schaatsen op het vijvertje bij ons, schuin voor de deur. Mm-hmm. Op van die dubbele ijzertjes eronder. Mm-hmm. En ik kon ook niet schaatsen. En ze hadden allemaal mij in de kop gek gescheurd om ook te gaan leren schaatsen. Dus ik had lage noren gekocht. Tweedehands wel te verstaan. Nou, hé! Hey. En met een stoel ernaartoe en ook leren schaatsen. Nou, het ging aardig goed. Ik dacht, nou, probeer het los. Het ging aardig goed, totdat die mij riep.
in haar brabbeltaaltje. Mama, mama, ik gaten. Had ik me nooit niet omgekeken, maar ik keek om en toen was het gelijk boink en dan lag ik onderuit. Ook buiten bewustzijn. Sorry. Kom weer bij. Ik op handen en knieën naar de stoel toe gekropen. Voelde nog niks van de pijn. Maar in ieder geval al met al, die elleboog is op twee plekken gebroken geweest. En ik kwam een dag te laat in het gips en dat was weer de huisartsen schuld. Haar schuld. Dat was een invalster. Die is later ook ontslag gehad. Dus, nou, dan weten jullie dus ook daar weer even een stukje van mijn jeugd af. Ook leuk om dat even te weten. Ja. Dus om het al... ja, we zijn lekker bezig hier. Ja, is goed. Doe dat. En ik ga even weer even tekenen. Zo, we gaan al weer lekker eten. En dit is namelijk een kies. Tomaat met basilicum. Ja. En voor mij een hele, dat is voor mij te groot. Dus lekker door de helft samen met mama is een keer lekker eten. Want zo vaak doen we dat ook niet meer, hè mam? Nee, helemaal. Dus, en de hondjes zitten daar en ligt daar. Mama gaat ook even lekker volgen, dus dan ga ik weer ermee kappen. Helemaal goed. Maar wij gaan zo meteen lekker eten. Dus eet smakelijk ook voor jullie. Kijk, dit liggen dan ook. Ik wou bijna zeggen kont tegen kont, maar dat klopt niet. Kop tegen kont. Hé, Rekken. Ja. Hé, Alwin. Ja. Ook dat. Nou, moeders, ik ga even hier van tussen. Maar voordat ik van tussen ga, doe ik even mijn cola glas even opluimelen. Opluimelen. Ja, opluimelen. Doe ik even die hierin. Opluimelen. Ja, opluimelen, ja. Ook dat nog, opluimelen. Opluimelen. Ja, ik ga lekker even opluimelen. Zo, precies dat. Joep, jippe de peppie de poepie de peppie de prop. Yes, ah, ik lig weer lekker op bed. En ja, dan weet jij het wel. Dat is dus de vlog afsluiten en dat ga ik ook doen. Dus, vind jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, doe het hele riedeltje. Dat is abonneren. Duimpje omhoog, belletje aan en even een leuke reactie achterlaten. Dat zou ik onwijs leuk vinden. En dan zou ik zeggen weer, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!